Hoe word je een spreker of een life coach? Als NLP-trainer heb ik de afgelopen jaren het voorrecht gehad om tientallen verschillende coaches op te leiden, mensen op te leiden die later succesvol presentaties geven of succesvol mensen één op één coachen. En heel vaak ontmoet ik mensen die de vraag hebben: hoe doe ik dat nou? Hoe start ik nou mijn carrière als spreker of bijvoorbeeld als coach? In deze video wil ik een moment nemen om je een aantal krachtige stappen uit te leggen, een aantal inzichten met je te delen over hoe ook jij een succesvolle coach of een succesvolle spreker kan worden. En allereerst, je ontwikkeling als coach of als spreker gaat vaak een beetje in drie fases. De eerste fase is gewoon je vindt iets waar jij een passie voor hebt. Je groeit voor jezelf, je doorloopt als het ware jouw eigen hero's journey. Er is iets waar je tegenaan loopt of iets waar je last van hebt. Een bepaalde blokkade die je in het leven tegenkomt. Sommige mensen lopen tegen een burn-out aan. Sommige mensen komen gezondheidsproblemen tegen. Sommige mensen merken dat ze zichzelf ongelukkig voelen. En je vindt daarvoor een oplossing. Je leest een boek of je volgt een cursus of een training. En je merkt dat het voor jou gigantisch veel oplevert. Dat is heel vaak de eerste fase waar mensen zich in bevinden. Je ontdekt als het ware je passie. Vervolgens de tweede fase is vaak dat mensen daar andere mensen mee gaan helpen. Dus die dingen die jij hebt geleerd, daar begin je andere mensen over te vertellen. Je begint andere mensen daarmee als het ware informeel te coachen. En de mensen in je omgeving, je vrienden, familie of mensen die je zomaar tegenkomt. Of misschien online, help je andere mensen om die volgende stappen ook te maken. Om ook uit die pijnlijke situatie te komen waar je ooit in zat. En de volgende stap voor zichzelf te maken. De derde stap is vervolgens dat je daar ook echt een bedrijf van maakt. Dat je het serieus neemt en dat je het niet alleen als hobby doet, on the side, maar dat je het ook echt fulltime kan doen, ervan kan leven en uiteindelijk jouw boodschap misschien wel met honderden, misschien wel met duizenden of miljoenen mensen kan delen. Wat zijn nou een aantal obstakels die je eventueel onderweg kan tegenkomen? Wat ik vaak merk is dat mensen van de eerste naar de tweede stap vaak de vraag hebben van: oké, maar wat is er nou voor nodig voordat ik andere mensen kan helpen? Wanneer kan ik eigenlijk beginnen met andere mensen helpen? Want vaak voelt het heel oncomfortabel. Je eigen groei, dat is leuk, daarin verdiep je jezelf en daar heb je je aan niemand anders te verantwoorden. Maar als je plotseling andere mensen gaat helpen, dan voelt het plotseling alsof er een verantwoordelijkheid op je staat. Want dan heb je niet alleen je eigen groei in handen, maar ook de groei van andere mensen. En dat kan best wel even spannend zijn. Ook al doe je het nog informeel, ook al is het nog gewoon een hobby of een passie van je om andere mensen hiermee te helpen, het kan toch wel een beetje spannend zijn. Dus mijn realisatie uiteindelijk is altijd dat op het moment dat je andere mensen kan vinden die precies in jouw situatie staan waar jij een jaar geleden was of 2 jaar geleden was, dan kun je ze in ieder geval al helpen naar het punt waar je nu bent. Je weet nog niet wat er voor je ligt, want dat heb je zelf nog simpelweg uit te vinden. Maar je kunt ze altijd helpen met het stuk van de weg wat jij al hebt afgelegd. Nou, als je zelf al jarenlang coacht, dan is dat vraagstuk voor jou niet zo heel relevant meer. Maar als je net begint en net je eerste stappen wil maken als coach of als spreker, dan heb je gewoon voor jezelf te realiseren van: hey, wat heb ik zelf de afgelopen jaren al bereikt? En dat zijn dingen waar ik mensen met een heel gerust hart ook mee kan helpen. En ik hoef me niet anders voor te doen. Ik hoef niet te doen alsof ik alles al weet, alsof ik al jaren verder ben en mensen als daar een illusie voor te houden. Ik kan gewoon mezelf zijn en het resultaat wat ik zelf al heb gekregen, daar kan ik andere mensen mee helpen. En dan gewoon ontdekken hoe leuk ik dat vind. Weet je wat het mooie is? In die tweede fase waar je andere mensen gaat helpen, daar krijg je hopelijk veel positieve reacties. Die positieve reacties die zijn super waardevol. Want als je naar de derde stap gaat van het maken van je eigen bedrijf, dan is iets wat heel veel coaches en sprekers tegenhoudt, is: hoe promoot ik mezelf? Hoe market ik mezelf? Weet je wat het grappige is? Als je naar een aantal van de grootste marketinggoeroes ter wereld gaat, of kijkt, en je ziet bijvoorbeeld de pagina's waarop zij producten verkopen, dan valt mij altijd op dat meer dan de helft van die pagina's altijd bestaat uit wat je noemt testimonials. Testimonials zijn simpelweg reacties van tevreden klanten.
Dat kunnen video's zijn of reacties of geschreven teksten of Facebook posts. Het zijn simpelweg reacties van mensen die heel enthousiast zijn over het product wat ze hebben gebruikt. Dus als een aantal van de beste marketinggoeroes ter wereld simpelweg gebruik maken van testimonials, van reacties van hun klanten, dan is het niet zo vreemd dat dat een hele effectieve strategie is. Dus het is heel mooi als je in die tweede fase zit en op dit moment gewoon heel veel mensen als passie aan het helpen bent, vraag ze of ze jou een beoordeling willen geven of vraag ze of ze hun reactie met je willen delen en of jij dat eventueel in de toekomst zou kunnen gebruiken voor je promotie. Als je dat doet en je hebt een heleboel mensen gewoon als passie geholpen, en als je dat in het verleden hebt gedaan, kan je altijd weer een keer opbellen of nog een keertje een berichtje sturen om het alsnog te vragen, maar dan heb je plotseling heel veel referenties. En dan kan je plotseling, op het moment dat je die derde stap ingaat, kan je plotseling zeggen van ja, goh, ik heb al tientallen mensen geholpen en kijk eens naar alle reacties die ik heb gekregen. Dit zijn de mensen die ik tot nu toe heb geholpen en dit is wat het voor hun heeft opgeleverd. Dus dat is een hele makkelijke manier waardoor je eigenlijk niet eens zelf zo heel sterk die promotie hoeft te doen. Natuurlijk zijn er tientallen promotiestrategieën die je jezelf kan aanleren. Alleen dan heb je in ieder geval die tool heb je gewoon al in handen. Dan heb je al de reacties van andere mensen, wat een van de krachtigste manieren is om je eigen marketing te doen. Goed, dat waren zo een aantal tips die ik concreet af de kaf nu al aan je wilde geven. En binnenkort geef ik een gratis webinar waar je leert hoe je levens transformeert vanaf het podium en daar goed van kan leven zonder angst, stress of zenuwen. Dus het is een webinar wat echt speciaal is voor sprekers op het moment dat je krachtiger jouw boodschap wilt delen. En als je wil coachen, dan is spreken een van de meest waardevolle vaardigheden die je kan leren om jouw eigen coaching te promoten. Dus ook als coach is het heel handig om aan deze webinar mee te doen. Tijdens deze webinar gaan we in anderhalf uur tijd gaan we echt de diepte in op wat heb je nou nodig om die angst te overwinnen. Hoe weet je of je er klaar voor bent om een succesvolle spreker of coach te worden? En hoe kan je nou echt comfortabel leven van jouw passie? Dus daar gaan we ook echt die derde fase in. Wat heb je nou te doen om er ook daadwerkelijk een bedrijf van te maken voor jezelf? Dus, ik hoop dat je met de tips in deze video alvast een stap verder kan gaan. En vergeet niet om jezelf eventjes te abonneren op mijn YouTube-kanaal en eventjes op het belletje te klikken om ook de notificaties te ontvangen, anders zie je namelijk geen updates van video's. En uiteraard, als je die volgende stap wil maken om je ook direct aan te melden voor de webinar. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag en heel veel succes met het geven van jouw eerstvolgende presentatie. Ciao!